Goeiedag beste kijkers, ik ben in Hierden. Kunst naar arbeid. Muziek. Jeugd gaat kennis maken met allerlei instrumenten. En daar willen we natuurlijk alles van af weten. Gaat u mee naar binnen? Goedenavond. Goedenavond, Marlies Vos. Helemaal goed. Helemaal goed, hè? Ik ben in het dorpshuis van Hierden. Kunst naar arbeid. Muziekvereniging. Zeker weten. Muziekvereniging, Fanfareorkest Kunst naar arbeid uit Hierden. En wat gaat hier gebeuren vanavond? Vanavond hebben wij om 17:15 kijk het doelhuurtje. Speciaal voor de jeugd, want we proberen leden te werven. Natuurlijk zo jong mogelijk, dat we er lang van kunnen genieten. Ja. En vanavond kunnen kinderen hier van alles uitproberen wat met muziek te maken heeft. Nou, dat vind ik mooi om bij te zijn. Mooi, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En we gaan er wat leuks van maken. Nou. Kunst na arbeid. Zeker. Geweldig. Jullie zijn allemaal van harte welkom hier. Ik zie een heleboel jonge gezichten. Ik zie ook wat oudere gezichten. Hartstikke mooi. Jullie zijn vandaag op bezoek bij Muziekvereniging Kunst naar Arbeid uit Hierden. En het is de bedoeling dat jullie vandaag zelf heel veel kunnen doen met. En wat bespeel jij eigenlijk? Een saxofoon. Een saxofoon. Een saxofoon natuurlijk een heel hip modern instrument. Zo ook allemaal in de band. U kent het allemaal wel. U zult denken, een houten basisinstrument. Wat is er dat nou weer? Hij ziet er al best van metaal uit. Maar als je dit en nu afhoudt, dan kan je die dokter maar eens even af. Gaat dat? Hartstikke. Heb je er een micro? Oké, nou, hij zit er wel op. Kijk, dan kunt u hier zien. Moet ik even zo hard maken, zo. Dan zit hier een houten plaatje, daar zo, dat heet een liedje. En dat is gehout en daardoor wordt dit instrument tot houtenblaasinstrumenten. En saxofoon heeft kleppen aan de zijkant. En met die kleppen kun je natuurlijk allemaal verschillende tonen. De buffel, daar kent u de fanfare. Als u een fanfareorkest hoort, ergens in Nederland, niet alleen in Hierden, dan weet u, die buffel, dit is het instrument. Dat zijn eigenlijk de violen uit het orkest. En daar heb je ook heel veel voor nodig, zoals je zult begrijpen, in het fanfareorkest. Een buffel is een beetje vergelijkbaar met een trompet, alleen het klank wat eruit komt is wat milder, wat ronder. Het is eigenlijk de familie van de saxofoon. Alleen deze heeft een mondstuk aan deze kant en dan hoor ik weer tot de kopere blaasinstrumenten waar het van gaat. Natuurlijk om een trompet. Een trompet, hou maar even hoog zo. Dat is natuurlijk een instrument, u kent het maar ongetwijfeld wel. Een hoog instrument ook maar hoog spelen. Heeft natuurlijk ventielen. En met de ventielen speel je natuurlijk weer allerlei verschillende tonen. En doordat hij wat smaller is, en hier een kleinere beperheid, heeft hij ook een wat helderder geluid dan een bugel. En dat is dus een trompet. Een trombone. Matthias, waar is de trombone nu zo bekend van geworden? Laten we zien. Dit is spectaculair. Kijk, u ziet hem, de schuif. En u kent hem natuurlijk van de schuiftrombone natuurlijk. Een trombone heeft geen ventielen, maar die zoeken dus die verschillende tonen, die spelen ze dus door op een verschillende manier en in verschillende posities zoals dat heet schuiven. Nou, laat het zien, maar wat is het in derde positie? Hier. Ja, die zie je. Bijbreken. En zo kan ik niet geloven, maar de trombone is een voorloper van de trompet. En eigenlijk ook een grotere broer van de trompet. Zal ik ook hier maar even staan. Een hoorn, dat is eigenlijk het middenveld van een fanfareorkest. Als je het zou vergelijken met een voetbalteam, je zit ook vaak in het midden van een orkest. Dus we hadden eigenlijk het midden tussen de hele hoogtonen, die ik net al liet zien, in de saxofoons en in de bugels en in de trompetten. En een hele laag instrument, die zou ik zo meteen laten zien. Maar dat zijn de hoorns. De hoorns hebben ook ventielen, maar dat is dan een cilinder, en je ziet het al met zo'n dubbel. En ze spelen altijd naar achter. Dat is van het instrument uit. Dat is de tenortuba of de euphonium. En u ziet ook weer een monster aan en er zitten ventielen op, net als bij de dubbel en de trompet. Dat gaat om de toon te spelen. Maar u ziet ook dat het instrument al wat groter is. We laten hem zien. Dit is het laagste instrument van de vereniging. En ze spelen natuurlijk ook de laatste toon. En ze vormen eigenlijk de basis, de achterhoede van het orkest. Dus dat zeggen, nou ja, dan zullen die wel geen melodietjes kunnen spelen, maar ook dat kunnen ze tegenwoordig zeker. En er zijn ook grote solisten. En eigenlijk klinkt een orkest niet mooi. En kan een orkest eigenlijk ook niet spelen zonder deze instrumenten. Nou, dan zult u denken, ja, ik zie mijn zoon of dochter al met deze toeter aankomen.
dat het binnenste past. Wat ik dan nog vergeten ben, dat staat natuurlijk vooraan. Het slagwerk, u kent het wel, u kent het drumstel, u kent de trommels, u kent de pauken, nou, de drummers uit het orkest. En dat gaat van melodisch met allemaal klankplaatjes waar je melodietjes op kunt spelen. Maar we kunnen natuurlijk ook drummen bij een orkest. En dat maakt het natuurlijk allemaal swingend. Een hele mooie jonge muzikant of zo, die samen met mij en met Fred en Gino maken.